Actoren uit de publieke sector zijn op dinsdag 31 januari geïnformeerd over de prioriteiten in Surinames evaluatierapport van de Caribbean Financial Action Task Force. Het gaat om actiepunten en of aanbevelingen waaraan invulling zal moeten worden gegeven om te voorkomen dat Suriname door de overkoepelende Financial Action Task Force geblacklist wordt. Meester Roy Benat Pandey, coördinator van de projectimplementatieunit van het anti-money laundering programma, gaat in op het belang van de meeting. Met heel veel genoegen maak ik gebruik van deze gelegenheid. We hebben vanmorgen een meeting gehad waarin als genodigden zijn geweest ministers in het kabinet die een directe verantwoordelijkheid hebben in het adresseren van vraagstukken die van belang zijn om hiaten die in het Surinaamse wetgevingssysteem zijn voor de bestrijding van money laundering, terrorisme, financiering, om die te informeren over een prioriteiten die voor 2023 zijn opgesteld en die komen uit onze evaluatierapport van de Caribbean Financial Action Task Force, welke een week of anderhalf terug wereldkundig is gemaakt en waarin we nu stappen moeten zetten. We hebben al vorig jaar meerdere sessies gehad. Eerst met voorzitters van het AML-platform. Voorzitters die komen van ministeries, vanuit de Centrale Bank, vanuit het Openbaar Ministerie. En vandaag was deze ontmoeting primair bestemd om ministers en hun voorzitters in één sessie te hebben om hun bekend te maken wat zo heel erg van belang zal zijn om stappen te maken dit jaar. En om het heel kort aan te duiden, wij moeten voor november 2023 voor de plenaire vergadering van de CFATF een vervolgrapportage aanbieden. Wil je het in november op de agenda hebben, dan zul je op zijn minst 2 maanden van tevoren je document af moeten hebben, wat je wil rapporteren. Als je dat uitschrijft, kom je om en bij september uit. Dus dat is heel kort dag dat we tussen nu, morgen 1 februari en september, effectief stappen moeten worden gezet. En wij hebben 2 belangrijke kaders benoemd. Eén is om te focussen op een aantal cruciale wetgevingsproducten. Wij zien dat daarin het ministerie van Justitie en Politie het leeuwendeel behoort te adresseren. En naast wetgeving, en natuurlijk wetgeving brengt met zich mee ook staatsbesluiten, uitvoeringsbesluiten. Dat is een pakket van wet en regelgeving. Naast wetgeving, wet en regelgeving, moet je ook nog demonstreren dat je effectief omgaat met wat je nu in de wetgeving hebt verankerd als tools. En dat betreft met name inspanningen op het gebied van onze FIU, het meldpunt ongebruikelijke transacties, in het analyseren van meldingen van ongebruikelijke transacties, de vertaling naar mogelijke strafbare handelingen, het rapporteren aan het Openbaar Ministerie en de politie voor vervolg onderzoek, politioneel onderzoek. Eventueel met vervolging en berechting daarachter. Dus de kolom van handhaving heb ik net genoemd. Maar ook in het opzicht van toezicht moeten er meer verhevigde activiteiten worden ontplooid naar de financiële sector. Het is niet alleen de bankaire sector, maar onze Surinaamse financiële sector heeft ook naast banken pensioenfondsen, verzekeraars, met name de levensverzekeraars, de kredietcoöperaties. Nou, om er een paar te noemen, de geldovermakingskantoren, de cambio's. Al deze entiteiten moeten geadresseerd worden door de toezichthouder, de centrale bank. Met name om het toezichtregime effectief in te zetten. Daar metingen van te doen over, zijn deze entiteiten, handelen ze in lijn met de nationale wetgeving en de richtlijnen van de centrale bank. En de bevindingen vast te leggen om terug te koppelen met deze financiële entiteiten. Ten einde hun te versterken in hun operations. En in ieder geval zorg voor te dragen dat er geen loopholes bestaan waarin vermeende witwasactiviteiten zich in kunnen voltrekken.
Naast de financiële sector hebben we ook de niet-financiële dienstensector onder toezicht van FAU Suriname. Dat is een totaal van een aantal meldplichtige stakeholders. Ik noem, om er een paar te noemen, de juweliersbedrijven, de makelaars en onroerend goed, de advocatuur, het notariaat, accountants, de gamingindustrie. Nou, deze entiteiten hebben ook vanuit FIU en vanuit de gaming, wat voor de gamingindustrie betreft, paragrafen in de wetgeving waaruit blijkt op welke wijze en waarop toezicht moet worden uitgeoefend. Met name het integriteitstoezicht. Dat gaat trouwens ook voor de centrale bank, voor de financiële dienstensector. Nou, als je het toezicht schaars uitoefent, demonstreer je daarmee niet dat je effectief jouw wetgevingskaders hanteert. Dus je zult op den duur, voor elke toezichthandeling, zul je data aanmaken, statistieken produceren en daarmee de effectieve toepassing van jouw wet en regelgeving demonstreren. Dus we moeten en wetgeving versterken, we moeten de effectiviteitsregime moeten we versterken. En beide, met als sluitstuk je nationale en je internationale samenwerking, moet je ook dat aangeven. En deze drie componenten zullen ons follow-up report moeten, informatie daarover moeten bevatten. En dat was de oproep vandaag aan ministers, aan de centrale bank, aan de voorzitters van werkgroepen. Maak daarin stappen, zodat wij voor september dit jaar iets kunnen melden waaruit blijkt dat het land serieus is met het aanvangen van het proces om geconstateerde hiaten te sluiten. Kijk, uiterlijk binnen een periode van 36 maanden. En dat is volgens rules en procedures van de FATF. En die gelden ook voor de CFATF. Binnen 36 maanden moet je ruim 80% en meer hebben geadresseerd. In de zin van het dichten van je hiaten qua wet en regelgeving. En je effectiviteitstoepassing van mechanismen demonstreren. Max 36 maanden. Daarna heb je lastigheid. Maar daartussen zijn er tussentijdse rapportagesperioden. 2023 is er één van. 2024 zal er weer één van zijn, waarbij je elk jaar in november een rapportage moet doen aan de CFATF. Maar als wij in november dit jaar niet in staat zijn te rapporteren dat wij stevige stappen hebben gezet met wat resultaten, en dat we uitkijken naar meer resultaten 24, dat moet je wel beschrijven. Je tijdlijn moet je aangeven, je capaciteit die je inzet, de budgetten die je hebt benoemd. Dan moet je wel dat benoemen en beschrijven. Als we in staat zijn om dat niet te halen en we krijgen dus een negatieve beoordeling in november 23, dan kan het besluit vallen, en dat is heel reëel, dat de regionale organisatie, de Caribbean Financial Action Task Force, ons aanlevert bij de Financial Action Task Force van Parijs. En die hanteert een veel strenger regime om landen te beoordelen. Daar heb je veel minder ademruimte om te kunnen manoeuvreren. En daar zul je 100% en meer inzet moeten plegen om je targets te halen en je hiaten te sluiten. Wij willen als land dat niet zo ver laten komen. Dus moeten we handelen. Aan de andere kant is het ook zo dat wij moeten voorkomen dat door niet te presteren wij ons financieel betalingsverkeer, nationaal maar vooral internationaal, in zwaar weer te leg laten komen. Zoals u weet, wij zijn voor een groot deel importeconomie. Dat wil zeggen dat als je goederen, grondstoffen, goederen en diensten in het buitenland wil betrekken, dan moet je daarvoor betalen. De betaling organiseren wij voor het leeuwendeel via het financieel systeem. Dat betekent dat Surinaamse banken relaties moeten hebben met buitenlandse banken om de financiële transacties te kunnen organiseren. Wel nu, als Surinaamse banken die buitenlandse bankrelaties, zo noemen ze populair correspondent bank relations, als ze die niet meer hebben of magertjes hebben, dan komt het transactieverkeer in Suriname zwaar weer terecht. Dat betekent dat productiediensten in Suriname eronder gaan lijden. Ze zullen niet wegvallen,
Maar wat er gaat gebeuren, dat er meer tijd gepaard gaat voordat transacties worden geëffectueerd. En tijd kost altijd geld. Dus de transactieverkeer gaat duurder worden. Op wie wordt het afgerekend? Op de klant. Willen we dat? Nee. De Surinaamse klanten hebben het al heel erg lastig. En we moeten er stappen in zetten om die internationale betalingsverkeer gezond te houden. Zodat wij de stroom van financiële transactieverkeer op gang kunnen houden. Dus kortom, het is een pakket van efforts die in de publieke sector moet worden georganiseerd, maar ook in de private sector. De sessie van vandaag had meer als focus de publieke sector. En we gaan ons voorbereiden om ook naar de private sector toe sessies te organiseren. Al dan niet sectorgerelateerd, zodat mensen die op een sectorale wijze worden gegroepeerd, één taal horen spreken, één taal ook verstaan en één action kunnen uitzetten.